In de supermarkt van Albert Heijn werd op zaterdag 28 september een nieuwe spaaractie voorgesteld. In samenwerking met de Ockeghemse Heemkundige Kring werd een uniek stickerfotoboek samengesteld over Ninove en zijn deelgemeente. Wij spraken met supermarktmanager Andy van Onderzeelen en met Patrick Praat van de Ockeghemse Heemkundige Kring. Andy van Onderzeelen, je bent supermarktmanager van Albert Heijn hier in Ninove. En jullie starten een nieuwe actie. Vertel eens, wat staat er op het programma? Ja, 8 maanden geleden zijn we de eerste keer samengekomen om een gesprek te voeren met de Heemkundige Kring van Ockeghem om eigenlijk een stickerboek te creëren over de geschiedenis van Ninove. En na heel veel over en weer gemail en wat foto's te zoeken, zijn we toch tot een mooi boek gekomen met 250 stickers. Die kunnen ze vanaf vandaag eigenlijk het boek gratis komen afhalen. En de stickertjes kan je eigenlijk sparen vanaf maandag. Dus komende maandag en krijg je 1 pakje met 4 stickers van, bij aankoop vanaf 10 euro. Dus die kunnen ze dus gedurende 6 weken verzamelen om zo'n stickerboek vol te krijgen. Mocht dat niet lukken, hebben we nog altijd op het einde een ruilbeurs. Dat zeker de mensen met een vol stickerboek naar huis kunnen. Op welke manier is dit boek ontstaan? Is dat op basis van alleen maar foto's of ook teksten? Of hoe moet ik dat bekijken? Ja, dat is tot stand gekomen op basis van de vele literatuur natuurlijk die al bestaat over Groot Ninove. Dus zo heel moeilijk was het eigenlijk niet. En ja, er is al heel wat fotomateriaal natuurlijk verzameld door het stadsarchief, door de verschillende Facebookgroepen die er natuurlijk bestaan. En daarnaast is er ook de rijke collectie van de Heemkring zelf. Jullie hebben ervaring met een dergelijk stickerboek in Dendermonde. Hoe verliep dat? Ja, in Dendermonde hebben we hetzelfde project ongeveer gedaan en dat was een groot succes. Dus daarom gaan we dat hier in Ninove ook nog eens herhalen. En zeker een stad met een rijke geschiedenis, dus dat mag ook wel een keer in een boek gegoten worden. Hoe komt het dat zo'n commerciële organisatie bij jullie terechtkomt? Ja, ik vermoed omdat dat komt, omdat wij eigenlijk de enige historische kring zijn op dit ogenblik in Groot Ninove. Behalve dan natuurlijk de historische kring die aanleunt bij de erfgoedraad. Maar op dit ogenblik is ook in de enige heemkring nog in Groot Ninove. Ja. En hoe zit het met jullie werking? Zijn er genoeg leden? Geraken jullie voldoende informatie? Zeker en vast. Op dit ogenblik hebben wij ongeveer 250 leden. Wat eigenlijk toch wel vrij veel is voor een kleine gemeente, deelgemeente zoals Ockeghem. Dag mevrouw, u ontving net ook zo'n fotoboek. Wat gaat u daarmee doen? De stickers sparen en een keer in lezen en dat is interessant. Het gaat over vroeger en nu, hoe dat vroeger was in Ninove en hoe dat nu is. En ik vind dat wel interessant. Bent u een Ninoviter? Ik ben helemaal een Ninoviter. Okay. Ik ben nog nooit niet weg geweest in Ninove. Hoe zit het met de winkel eigenlijk? Ook met personeel, want is het gemakkelijk om personeel te vinden? Wij zijn op een volle bezetting momenteel. We zijn nu iets meer of bijna volgend jaar 4 jaar open. Gedurende die 4 jaar hebben we toch wel wat personeel bij. Dus de winkel groeit ook goed. Dus momenteel zitten we op een volle bezetting. Dus daar mogen we zeker niet mee klagen. We hebben heel goede mensen lopen. Dus die elke dag met hart en ziel komen werken om de klant te bedienen. En nu nog even doorbijten om de werken te verteren? Ja, nog eventjes. Tot december zijn we iets moeilijker bereikbaar, zeker vanuit Ockeghem. Binnenkort ook nog eens van hier uit Ninove Centrum. Maar we blijven eigenlijk altijd bereikbaar via de wegomleidingen. En we hebben ook al onze extra parking nog door Basic Fit die erbij gekomen is. Is er een beetje extra parkingdruk, maar die hebben we opgelost door de extra parking naast ons. Dus mensen kunnen makkelijk met de kar van de ene naar de andere parking.